Goedemorgen, het is alweer zaterdag en Niels is even beneden met de jongens. En ik zit boven, zodat ik in alle rust eventjes wat kan opnemen. Want ik ga even wat laten zien. Ik heb namelijk een pakketje ontvangen. Niet één, maar drie. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk wel weten, is dat ik sinds, nou ik denk een aantal maanden nu, eigenlijk was het ook een goed voornemen, dus ik vanaf januari volgens mij, ben ik bezig met sporten. Ik heb dus sportschoenen ontvangen van het merk Eastwine. Voor mezelf, voor Niels heb ik een paar sportschoenen, want Niels die doet aan CrossFit 2 keer in de week. En ik heb ook nog een doos met sportschoenen voor mijn broertje. Hij heeft 1 kamer helemaal ingericht als een soort van gym. Daar trainen wij dus samen, dus ik heb nu als verrassing zeg maar heb ik een paar sportschoenen voor hem. En ik ga jullie gewoon even laten zien wat ik uitgezocht heb. Dit zijn mijn sportschoenen. Kijk even deze kleur. Ik vond ze echt zo tof. En je hebt ze op de website natuurlijk in allerlei verschillende kleuren. Maar ik vond deze dus als sportschoenen wel echt heel erg tof. Ik zal jullie even de binnenkant van de doos laten zien. Er wordt bij de schoenen veel gebruik gemaakt van wol. De schoenen die zijn geurloos. Maar ja, dat moet ik natuurlijk nog eventjes gaan uittesten. Temperatuur reguleren. Dus je kan de schoenen prima elk seizoen dragen. Ik ga sowieso deze even aandoen. Maar ik zal jullie ook even laten zien welke ik voor Niels en Tobias heb. Even kijken. Deze zijn voor Niels. Ook echt een hele stoere schoen. Van hetzelfde model, want je hebt dus allemaal verschillende modellen ook op de website staan. Schoenen om hard te lopen, wandelschoenen hebben ze. Ze hebben allerlei accessoires, maar ook bijvoorbeeld sloffen staan op de website. Voor kinderen hebben ze schoenen. Maar ik heb deze voor mijn broer. Hij sport voornamelijk binnen, dus vandaar dat ik ook de kleur wit gekozen heb. Maar ik ga nu in ieder geval mijn schoen even aantrekken, want ik ben sowieso benieuwd of de maat past. En hoe ze zitten natuurlijk. En aanstaande dinsdag gaan we weer sporten. Dus dan kunnen we ze voor het eerst dragen. Nou, de maat is in ieder geval goed. Na de bevalling ben ik een maat gegroeid in schoenen. Dus ik had maat 37 en dat is nu maat 38 geworden. Wat ik trouwens vergeten was te zeggen is dat je de schoenen ook kan wassen op 30 graden. Dus dat is natuurlijk ook heel erg chill. Nou, het zit perfect eigenlijk. De schoen zelf die is heel erg licht. Ja, top. Ik ben heel benieuwd om ze uit te gaan testen met sporten. En ik mag uiteraard ook een kortingscode met jullie delen. Maar die zal ik later in deze vlog, wanneer we gaan sporten, zal ik die met jullie delen. Voor de rest zal ik ook de website en de kortingscode even onder in de vlog zetten. Dan kunnen jullie hem terugvinden in de beschrijving. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de sportschoenen. Ik heb nu al zin om ze uit te testen. Ik krijg gelijk allemaal zin om te sporten. En ik ben heel benieuwd ook wat Tobias ervan gaat vinden. Het is vandaag maandag en ik heb de jongens net opgehaald bij de gasthouder. Joas is zoals altijd weer heel erg vrolijk. Heel erg vrolijk. Heel erg vrolijk. Echt joh, deze man is alleen maar aan het lachen. De gasthouder die zegt ook elke keer van, oh, wat is het toch een zoet jochie. Je kan hem gewoon overal neerleggen bij wijze van. Hij vindt het allemaal prima. En lekker aan het spelen en aan het rollen en aan het babbelen. Dat gaat heel erg goed. Nout die voelt zich helaas wat minder goed. Die is ziek. Of tenminste ziek. Ja, hij heeft gisteren wat gespuugd. En volgens mij had hij wat verhoging, want hij voelde warm aan. En vandaag bij de gasthouder was het ook een beetje huilerig, hangerig en veel aan het hoesten. Hopen dat hij wel weer snel opknapt. Hé? Ja. Hij doet nu een beetje kusjes geven soms. Doe je echt zo zijn mond open. Even die kusjes. Hé? Nou, Niels zal zo meteen ook wel weer thuis komen. Gaan we snel eten maken. Eten. En dan moet hij weer sporten. Papa is thuis. Papa is thuis. Papa is thuis. Papa is thuis. Hoe is het met jou nou? Hoe is het met jou nou? Het is vandaag dinsdag en ik ben onderweg naar Tobias, naar mijn broertje, naar Tobo Gym, want we gaan weer even lekker knallen vanavond. Vanmiddag is er een kitter bij ons thuis geweest. Ik had een tijdje geleden op Instagram had ik een oproepje gedaan naar iemand die een goede kitter wist voor de keuken. De keuken die is nu bijna helemaal af. Er moest eigenlijk alleen nog gekit worden. En dat is vanmiddag gebeurd door Roy. En het is echt super strak geworden. Hij heeft de kleur kit in dezelfde kleur als de muur gedaan. Dus dat ziet er ook echt super mooi uit. Ik ga jullie even het filmpje laten zien.
Vanmiddag heb ik even gewerkt. Daarna moest ik de jongens ophalen. Heb ik thuis afgezet. En ik had deze avond had ik ook nog een klant. Nadat ik ze thuis had afgezet, ben ik snel weer naar de salon toe gegaan. Ik heb mijn sportkleding meegenomen. Dus ik heb me daarna ook even omgekleed. En nu ben ik dus onderweg om te sporten. En ik ga Tobias zijn sportschoenen geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij ze vindt. Morgen moet ik met Joas naar het consultatiebureau. Het is morgen mijn moeders oppasdag. Dus die komt ook in de ochtend. En dan gaat ze ook even mee. Daarna moet ik even werken ook in de ochtend. En de middag ben ik, als het goed is, tot nu toe vrij. Maar ik moet nog wel wat dingetjes halen bij de winkel. Dus wie weet dat we gewoon even met z'n vieren gaan met mijn moeder en Nout en Joas. Ik had ook tegen Nout gezegd dat ik een zonnebril voor hem ging kopen. Want elke keer als hij hier achter in de auto zit en de zon schijnt, heeft hij daar last van. En we gaan dit jaar met de auto op vakantie naar Luxemburg. Dus ik dacht, een zonnebrilletje kan geen kwaad. Ik moet verder nog wat dingetjes halen. Billendoekjes die zijn bijna op, dus die moeten echt nodig gehaald worden. Ik moest nog even voor een UV-pakje kijken voor Nout. Hij heeft er nog wel eentje van vorig jaar, dus ik moet ook even morgen kijken of hij die misschien nog past. Dus even zulke soort dingetjes. En de jongens hebben eigenlijk allebei ook weer even wat kleding nodig. Daar zijn ze ook alweer uitgegroeid. Ja, genoeg te doen eigenlijk. Hallo. Hola. Kom verder. Een knutje voor jou. Hoe leuk. Ja, voor de knutjes. Ja, dikke patas. Hebben we hier even een dingen? Zo. Ze vielen me ook gelijk op, hè? Wauw, witte. Cool, hè? Ja, mooi voor naar het festival. Ja. Welke maat is het? Ik had 43 gedaan. Oeh, ik heb 43. Ik dacht, jij sport toch alleen maar binnen, dus dit kan wel. Ja hoor, dat blijft wel schoon bij mij. Was je ze? Ja. We zijn even aan het chillen op de bank, want het was een pittige nacht. Niet vanwege Joas dat hij niet doorsliep. Maar nou ja, gisteren moesten we met Joas naar het consultatiebureau. En toen heeft hij weer wat prikjes gehad. En dat is eigenlijk gewoon allemaal goed gegaan. Gisteren had hij er ook gewoon goed op gereageerd. Ja, hij sliep alleen veel. En vandaag is hij ook nog best wel ja, een beetje suf. En voelt ook een klein beetje warm nog. Alleen, ja, gisteren was al mijn moeder aan het oppassen, want na het consultatiebureau moest ik nog even werken. En opeens in de ochtend kreeg ja, Nout een soort huilaanval. Ja, en gillen en huilen en dat hij pijn had. En toen gaf hij aan dat hij dus pijn had bij zijn piemeltje. En nou ja, even later was het gewoon weer over en was er weer niks aan de hand. Toen, nou ja, na zijn middagslaapje ook opeens weer dat hij heel hard moest huilen en dat het zeer deed en... Nou ja, helemaal met zijn benen wijd, zeg maar. Er een beetje rood uit. Dus we dachten, nou, we gaan toch maar even naar de huisarts vandaag. Want, nou ja, hij geeft gewoon aan dat het zeer doet. Dus we hadden een afspraak gemaakt en we konden om 4 uur terecht. En in de tussentijd had hij ja, weer een paar keer dat hij zoveel pijn had. En we hadden het idee dat elke keer als hij moest plassen, dat het dan veel zeer deed. Hij plast ook heel slecht. Dus ja, misschien dat het er ook wel weer mee te maken heeft. Maar goed, toen kwamen we aan bij de huisarts. We waren al wat later aan de beurt, dus het liep al wat uit. Maar goed, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar ja, de afspraak was allemaal een beetje snel. En die meneer die had er even naar gekeken. En toen heeft hij ook naar zijn buik geluisterd. En toen vertelde hij dat hij een, ja, dat nou het onrustige darmen had. Dus dat het waarschijnlijk buikgriep is. En dat hij misschien morgen wel aan de diarree zit. Eigenlijk met dat ja, werden we weer weggestuurd. Ook omdat hij zei van kindjes op deze leeftijd kunnen vaak nog niet echt aangeven waar ze pijn hebben. Dus bijvoorbeeld als ze puik ervaren in de buik, dan wijzen ze een andere plek aan. Maar ja, hij greep heel duidelijk gewoon naar zijn plasser en zei dat het zeer deed.
Dus ja, we vertrouwden het eigenlijk niet helemaal. En ik had ook niet het gevoel dat hij pijn had in zijn buik. Dus we hadden gisteren bij de apotheek hadden we zo'n opvangzakje hebben gehaald. En gisteren dan even een zetpil gegeven en even kijken hoe de nacht ging. We hadden dus die zetpil gegeven voordat hij ging slapen. Maar ja, rond 1:30 werd hij weer helemaal overstuur wakker. En hij was gewoon niet te troosten. En toen hebben we hem bij ons in bed genomen. En Joas, die werd natuurlijk ook nog een paar keer wakker vannacht. Dus ja, we hebben echt bijna geen ogen dicht gedaan. Gelukkig komt mijn moeder zo meteen om even te helpen. En we hebben... Vanochtend heb ik dat zakje opgeplakt en wat urine opgevangen. En ik denk dat ik dat straks even ga wegbrengen om het te laten checken. Want het kan natuurlijk ook gewoon een beginnende blaasontsteking zijn. Of misschien iets van een schimmeltje. Maar goed, ja, ik geloof niet echt dat het buikgriep is. Dus ja, het is wel echt heel erg sneu voor hem. Want hij heeft er echt heel veel pijn van elke keer. Dus ik hoop ja, dat ze er snel wat aan kunnen doen. Schatje. Vandaag wordt het een rustig dagje. Ja, nu gaat het wel weer. Maar het zijn echt die momenten tussendoor dat hij opeens heel veel pijn heeft. Ik ga vanmiddag nog even onze tassen inpakken. Want we gaan alweer een weekend weg. En dit keer ga ik niet alleen. En we gaan ook niet met z'n vieren. Maar we gaan met de hele vriendengroep en de kindjes. Die gaan allemaal mee. Tenminste allemaal. We hebben nu 4 kindjes in de vriendengroep. Dus Nout en Joas en nog 2 andere babytjes. En dan zijn we in totaal met z'n 15e. Wat is een vriendje? Wat is een man? Nou, ik ga even hier even iets doen. Oké, alle spullen die zijn ingepakt voor het weekendje weg. Maar ik dacht, ik ga jullie nog even snel de keuken laten zien. Daar lig je aan. Want hij is af. Nou, hierachter zit dus betonciree in de kleur zand. Kijk, het is van de week is het afgekit. De plank die hangt met alle spulletjes erop. Hier willen we dan nog de koffiebonen in doen. Nou ja, koffiezetapparaat. Nou, deze kastjes die waren ook wit van zichzelf, maar die hebben we ook laten wrappen. Dus dit is de keuken geworden. Nou, we zijn er echt heel erg blij mee. Ik zal ook nog even een foto in de vlog zetten hoe de keuken eerst was. Dan hebben jullie een beetje een idee hoe erg het veranderd is. Maar we zijn er echt ontzettend blij mee. En deze plank vinden we ook echt heel erg tof. We gaan, hè? Waar gaan we naartoe? Vakantie! Op vakantie! Yay! Het was lekker stressen vanochtend. Alles ingepakt. Of tenminste, ik had eigenlijk alles al gisteren ingepakt. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd dingen wat je op het laatste moment nog moet doen. Alles staat in de auto. De hele auto ramvol. Joas ligt daar nog eventjes op zijn kleedje. En dan gaan we vertrekken. We hebben, even kijken, 12:30 afgesproken met de vrienden. Het is een kwartiertje rijden. Dus nou ja, voordat we in de auto zitten, hè? Let's go! Nou, de auto zit echt afgeladen vol. En nou, het is lekker aan het slapen. Hij heeft er zin in het mooie weer. Maar kijk, het regent. Maar Nout heeft lekker seizoenenbril opgedaan. En toch antibiotica gekregen, want we werden vanochtend gebeld dat het toch een blaasontsteking is. Wat we eigenlijk al wel een beetje dachten. Dus antibiotica kuurtje mee. En gelukkig gaat het weer goed met hem. Hij schijnt er weinig last van te hebben. Dus hopelijk blijft dat zo en is het gewoon na die kuur weer over. Hebben we er zin in? Ja. Ja, ik ook. We zijn er bijna. Nog 10 minuten. En het zonnetje is gaan schijnen. En we zijn aangekomen bij ons huis. Mooi in de natuur. Maar we wachten nog even op de eigenaar.
Dux heeft wat anders gevonden om mee te spelen. Oh? Dux, wil jij in de wipper? Nu zijn ze opeens heel zoet, hè? Goed zo. Wat is dit überhaupt? Nou, wat ben je aan het doen? Nou, het is wel heel hoog. Kijk maar. Ja, mooi. Boefje. Zijn allemaal entertainers. Het doel, ja. Zelfs die vrouw zien. Deze van Nederland. Alle leden van team hebben een minuut op tijd om het verhaal te doorstaan. Geen ja, geen nee en geen. En ik wil zelf zeggen. Nee. Spreek ik hier met Anka? Zeker. Ik heb gehoord dat jij altijd bij Gomez hebt gewerkt. Plausibel. Is dat een garagebedrijf? Misschien. Misschien. Oké. Okay. Kan ik iets langer antwoord krijgen of zijn het alleen misschien, zeker, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Hoe heet je dochter? Noa. Met wie heb je die gekregen? Christel. Hoe lang ongeveer terug? 3 maanden. Klopt dat? Nee. Zeker. Zeker. Het is vandaag zondag en ons weekendje is ja, helaas heel anders gelopen dan dat we gehoopt hadden. Ik zit namelijk weer in de auto op weg terug naar Nederland samen met Joas. We hebben eigenlijk het hele weekend zieke kindjes gehad. Nou, die had natuurlijk een aantal dagen voordat we gingen een blaasontsteking. En die werd de eerste dag dat we daar waren eigenlijk ja, alleen maar wat zieker ervan. Antibiotica was heel moeilijk om bij hem naar binnen te krijgen, want we hadden het eerst geprobeerd om door eten te doen. Alleen ja, hij proefde het gewoon en hij weigerde gewoon op een gegeven moment te eten en te drinken. Dus die was de eerste dag heel huilerig, heel hangerig. Koorts. Ja, Joas eigenlijk sinds hij de vaccinaties heeft gehad, heeft hij koorts, is hij aan het hoesten, aan het snotteren. In principe zou volgens mij de koorts na de vaccinaties binnen 48 uur weer weg moeten zijn. Maar dit is eigenlijk al dag 4 dat hij koorts heeft en de koorts werd eigenlijk vandaag alleen maar erger. Ook het hoesten in de nacht die wordt erger. Hij is echt zichzelf niet. We kunnen hem bijvoorbeeld ook niet wegleggen of hij begint al te huilen. Hij wil alleen maar in de nacht bij mij liggen. Dus ik heb besloten om toch terug te gaan. Ik ben echt super emotioneel. Gisteren ook al de hele dag. Ja, en in goed overleg hebben we besloten dat Niels wel gewoon blijft. Want met Nout gaat het nu gelukkig een stuk beter. De antibiotica geven we nu via een spuitje, omdat het er anders niet in komt bij hem.
Maar het gaat met Nout gelukkig de goede kant op. Dus we hebben besloten dat hun twee daar blijven. En dan morgenochtend naar huis gaan. Dan rijden ze met vrienden mee. Maar ik vond het gewoon echt niet chill om te blijven. Want ja, ik zag Joas eigenlijk alleen maar achteruit gaan. Daar ook nog de huisartsenpost gebeld. Alleen, ja, ze spreken over het algemeen Frans. En Engels is heel slecht. En ik voel me er zelf ook gewoon echt niet prettig bij om dan daarheen te gaan. Ik vind het echt heel kut dat ik niet tot morgen kan blijven. Juist omdat Nout nu ook gewoon weer lekker ging. Is gewoon even niet anders. Ja, ik vind het ook gewoon niet chill om daar te zijn terwijl hij zich zo slecht voelt. Ik heb hem het hele weekend zowat volgestopt met zetpillen. Dus ja, de momenten dat hij een beetje zichzelf was en vrolijk was, was voornamelijk door de zetpillen die ik hem gegeven heb. Dat is ook niet echt helemaal de bedoeling. Ik slaap vannacht met Joas bij mijn ouders, dat is wel heel erg prettig. Het is natuurlijk zo, wanneer ze die vaccinaties gehad hebben, dan is hun weerstand natuurlijk ook heel laag. Dus ja, de kans dat ze dan wat oplopen is natuurlijk ook weer even wat groter. Maar de kinkhoest die heerst volgens mij op het moment ook weer in Nederland. Ik ben wel gevaccineerd tijdens de zwangerschap, dus ja, ik schat de kans klein in dat dat zo is. Ik wil gewoon geen risico lopen, zeker niet met een babytje. En ik moet nog bijna 300 kilometer, dus ik ga lekker tegen jullie aanlullen. Nee hoor, grapje. Maar het huis zelf daar was wel echt top. Het was zo mooi. Heel knus en heel groot tegelijk eigenlijk. Iedereen had een eigen slaapkamer met badkamer. Er was een zwembad, een speelhoekje. Nou, die kan daar lekker spelen ook. Tafeltennistafel, pingpongtafel. Of is dat hetzelfde? Ik weet het eigenlijk niet. Een biljart stond er. Tafelvoetbal stond er. Dus we hadden wel echt genoeg te doen. En omdat ik zeker weet dat ik heel veel vragen ga krijgen waar wij precies zaten, zal ik ook even een linkje in de beschrijving onder de vlog delen. Want het is wel echt gewoon een super mooie locatie om een vriendenweekendje weg te gaan of met de familie heen te gaan. Ook niet zo heel ver rijden, dus dat is ook wel echt heel erg fijn. Maar je zit toch wel echt in een hele andere omgeving. Dat was gewoon wel echt top. We hadden expres dit jaar een lang weekend weggedaan, omdat we de vorige weekenden net even wat te kort vonden. Zeker nu met kinderen, je bent zo lang bezig met inpakken. Ik ben denk ik echt de hele donderdag zowat bezig geweest met inpakken. Nou ja, dan is het dus eigenlijk de moeite niet om vandaag alweer terug te gaan. Maar goed, de rest die gaat allemaal lekker maandag morgenochtend weg. Dus dat is wel fijn. En ik gun het Nout ook gewoon heel erg om gewoon nog een leuk weekend te hebben. Stel, er is niet zoveel aan de hand met Joas en hij moet uitzieken, dan is het ook niet waard om dan weer met z'n vieren thuis te gaan zitten. Dus we hadden zoiets van, ik ga gewoon met hem terug. Geef mij ook een beter gevoel. En dan hebben hun ook gewoon nog even een leuk weekendje samen. Was nog van plan om daar echt superveel te gaan filmen. Ik heb tussendoor wel wat gefilmd. Maar ik moet zeggen, we zijn het hele weekend zo druk geweest met die kinderen. De een na de ander die begon. Een ander kindje uit de groep die was ook niet helemaal fit. Dus het was wel echt intens. Ik moet heel even kijken waar ik heen moet. Maastricht. Ja, ik ga goed. Normaal gesproken gaat het natuurlijk niet zo tijdens een weekend. Ik moet zeggen dat ik Joas echt nog nooit ook zo meegemaakt heb als dit weekend. Normaal gesproken is hij echt heel erg relaxed eigenlijk. Een heel vrolijk ventje. Ik kan hem vaak ook gewoon wegleggen en dan even met Nout spelen. Dat vindt hij allemaal prima. Hij vermaakt zichzelf ook altijd wel. Maar dit weekend, ook 's avonds als we hem op bed gingen leggen, om het half uur moest hij huilen. Ja, gewoon echt niet fit. Hij ligt nu lekker achterin te slapen. De zonnebril kan wel weer af volgens mij, want het is alweer bewolkt. Nou, ik ga nog even wat kilometers maken. En waarschijnlijk tussendoor nog even een keertje stoppen voor de voeding. Even verschonen. En dan vanmiddag maar naar de huisartsenpost. Zo, met de grote gaap. Nou, wij zijn onderweg eventjes gestopt en ik zit op de achterbank. Ik heb Joas net eventjes gevoed, maar hij wil niet heel veel drinken. En eventjes de benen voor hem strekken. En zelf heb ik even wat gegeten en gedronken. Ik heb hem verschoond. En dan gaan wij zo meteen weer rijden. Hij voelt weer heel warm aan. Ik heb ook het idee dat zijn hoesten wat meer wordt. Dus ik ben wel blij dat wij gewoon lekker naar huis gaan. We moeten nog uren en een kwartier rijden. Dus, en ik zal dan vlak voordat we er zijn, denk ik,
half uurtje of drie kwartier van tevoren ga ik vast even de huisarts bellen. Ik kom er straks denk ik wel even langs, hè? Ach, kereltje toch, hè? Nog heel veel de beentjes trekken. Even een beetje springen. Ja. Camera neerzetten zo. Kom. Hoppatee. Even naar buiten kijken. Hij heeft zelfs zijn pyjama nog aan van vanochtend. Nee. Een pyjamaatje nog aan, vriend. Het is zondag, dus dan mag het. Ja. Kan jij nog een beetje lachen? Kan jij nog een beetje lachen? Nee, hè? We gaan rijden. Hoe is niet die hoor, zo die man? Hij is 7, 6, 2. Kom eens, kom eens. Tot slot. 7 kan niet. Geef me. Waar gaan we heen? Naar waypoint 403. We moeten nog 100 meter. Nou, dat is wel makkelijk te maken. 8, het antwoord is 8. Moet dit een puzzel zijn? Gevonden. De klok, 1 uur was het. 401, zou dat kunnen? Nee, dan moeten we nog terug. 400. Oh eerste. Shit, shit. Oh. Ja. Oeh. Yeah. We hebben allemaal zijn hele handen gehad. En dan zit hier wat in? Een dingetje. Een kruidvaart. Start. Gaan we draaien. Hey, kijk, dit is beter. Is hij de heks? Het is vandaag alweer woensdag en ik ben net klaar met werken. Afgelopen dagen waren heftig en heel erg druk. Ik was natuurlijk, even kijken, zondag was ik met Joas naar de huisartsenpost geweest. Hij is daar helemaal nagekeken. Nou, uiteindelijk kwam eruit dat hij een dubbele oorontsteking heeft. Dus dat was echt super zielig. Hij had gewoon al die tijd best wel veel pijn aan zijn oren. Dus ook Joas heeft antibiotica gekregen. En ook pijnstillers erbij. Die maandag dat Niels en Nout terug zouden komen, ging het met Nout ook helemaal niet goed. Hij kreeg steeds weer meer pijn en de antibiotica leek niet echt te werken bij hem. Dus maandag aan het einde van de dag waren ze thuis. Dus toen zijn we ook nog met Nout naar de huisartsenpost geweest. Dus ik ben 2 dagen op rij ben ik bij de huisartsenpost geweest met 2 kindjes. Daar hebben we nogmaals klachten beschreven. Uitgelegd over de antibiotica en zo. Toen is hij daar nogmaals nagekeken. En toen zei de arts van, nou ja, ik denk eigenlijk niet dat hij een blaasontsteking heeft. Want hij zei van... Zijn plassertje die ziet er wat rood uit. Het plasgaatje die is heel erg klein en het huidje die is best wel strak, waardoor het dus sneller kan gaan ontsteken. Waarschijnlijk is dat dus het geval. En dat is in principe gewoon met een simpele crème tegenwoordig op te lossen. Hij heeft nu andere antibiotica gekregen en 2 zalfjes. En eigenlijk gaat het met beide weer een stuk beter. Nou, die lijkt er ook geen pijn meer van te hebben. Joas is nog niet helemaal zichzelf, maar gaat nu wel veel beter nu die, sinds hij antibiotica heeft gekregen. Dus dat een beetje. De rest is Niels gisteren thuisgebleven van werk bij de jongens en ik heb wat klanten verzet. Ik heb dus een halve dag gewerkt. En vandaag ben ik ook even wat eerder klaar. Mijn moeder is vandaag thuis met de jongens. Dus dan ga ik ook zo meteen lekker naar huis toe. En voor de rest gaan we lekker rustig aandoen. Donderdag ben ik vrij. Vrijdag ben ik vrij. En vrijdag ben ik ook jarig. We zouden in de eerste instantie een groot feest bij ons thuis geven. Of tenminste een groot feest. We hadden best wel wat vrienden uitgenodigd. En dan zou Joas bij mijn ouders slapen. En Nout bij mijn schoonouders. Alleen, we hadden zoiets nu ze allebei niet fit zijn en aan de antibiotica zitten. Van, we stellen het uit.
Ik vier het wel een keer in de zomer, ook wanneer de tuin af is. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Zodat de jongens in ieder geval thuis kunnen slapen. Mijn ouders die hadden wel ook aangeboden om te komen oppassen. Dus wij gaan waarschijnlijk wel eventjes uit eten. Maar dan kunnen de jongens in ieder geval gewoon lekker thuis slapen. Dus ja, dat is een beetje hoe het afgelopen is allemaal. Ik ga hiermee ook de weekvlog weer afsluiten. Want nou ja, het is al woensdag. Morgen komt hij online. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, doe een duimpje omhoog. Vergeet even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot volgende week weer.